Een hele grote scooteractie in Rotterdam-Zuid. Zeker weten. En tegen alle bezorgscooters, dat is eigenlijk het speerpunt. Die lopen alle verkeersregels aan de laars. Tot grote ergernis en overlast van de bewoners. Dat naar voren gekomen de enquête die gehouden is door de gemeente Rotterdam. De bezorgscooters heel vaak door het rode licht rijden. Ze rijden vaak te hard, rijden mensen voor de sokken. Doen eigenlijk een beetje de regeltjes aan de laars lappen. En vandaar dat we gezamenlijk een grote actie hebben opgezet met de politie, RDW, toezicht en handhaving, verschillende afdelingen van ons binnen toezicht en handhaving. Dus, de bezorgscooters worden van de weg gehaald? Ja. En waar worden ze dan op gecontroleerd? De bezorgscooters worden van de weg gehaald. Het rijbewijs wordt nagekeken of ze überhaupt een rijbewijs hebben. Dan worden de scooters nagekeken of de technische staat goed in orde is van de scooter. Dan worden ze vervolgens op de rollerbank gezet. En dan wordt gekeken hoe hard die gaat. En zijn er veel bezorgscooters tegen de lamp gelopen bij deze controle? Ik weet niet het precieze aantal op dit moment, maar ik weet wel dat het er veel zijn. En ook veel waar iets niet aan klopte. Maar ook bezorgers die gewoon niet in bezit waren van een rijbewijs. Dus terecht dat we hier staan, denk ik met z'n allen. Ja. En heeft het ook in effect dat veel mensen klagen over roekeloos rijgedrag van bezorgscooters? Zal zo'n controle nou effect ook hebben? Dat ze zich beter aan regels houden, misschien beter opletten in het verkeer? Nou, het zal niet op dag 1 geregeld zijn, denk ik. Maar in de toekomst zullen we dit zeker vaker doen. En dan is het ook een stukje opvoeding van de bezorgers. En dan gaat het zeker goed komen. Daar heb ik vertrouwen in.